Malimbe, Cameroon. And this is my daily walk to the rescue center. In Papua wordt oerbos gekapt, het milieu vernietigd en de bevolking onderdrukt. En dat allemaal van jouw pensioenpremie. Een hele foute investering en ik vind het ronduit schandalig. Naast haar baan als communicatieadviseur bij de gemeente zet Rowena Fassé-Schever zich in voor de opvang van mensapen. Op dit moment doet ze dat in Cameroen. Eerder heeft ze in Indonesië bij een opvangcentrum voor verweesde orang-oetangs gewerkt. Deze dieren zijn allemaal direct of indirect het slachtoffer van de palmolie-industrie. En de situatie is echt hartverscheurend. Ja, ja. Eveline van de SAS, hallo! Jongens, ik ga vliegen! Zelf sturen. Good morning from Takogama Chimpanzee Sanctuary in Sierra Leone. Over 1,000 people lost their lives during the landslides back in 2017. Is that nice?